Tom. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een rugworkout heb laten zien. Dus vandaag is het tijd voor de rug. Ik ga 4 oefeningen doen. Vooral voor de grote rugspieren. Latissimus dorsi, rhomboideus en het middelste gedeelte van de trapezius. Begin met lat pull-ups. Die doe ik, even spieken, 4 keer achterhalingen. 3 minuutjes rust tussendoor. Het is een best wel intensieve oefening, dus geef je lichaam rust om bij te komen. Okay. Oefening waarbij je biceps gebruikt en vooral de latissimus dorsi, je vleugels. Okay. De barbell row, vooral een oefening waarbij je onder andere weer je biceps gebruikt, maar waarbij je, als je hem op de juiste manier uitvoert, je rhomboideus pakt. Dat is een spier die tussen je ruggengraat en je schouderbladen in zit. Die trek je jezelf naar achter. Vervolgens ga ik een reverse fly doen. Voor het middelste gedeelte van de trapezius en ook voor de rhomboideus. En ik eindig met de lat pullover. Oefening voor de lats. En die doe ik 3 keer 12. 2 minuutjes rust. Dus lat pull-ups 4 keer 8, 3 minuten rust. Een barbell row 4 keer 10, 2 minuten rust. Lat pullover 3 keer 12, 2 minuten rust. En een reverse fly 3 keer 12, 2 minuten rust. Oké. Begin met de lat pull-ups. Niet in de nek, gewoon voor. Oké. Pak hem breed. Breder dan schouderbreedte. Oké. Je gaat hangen. En je trekt jezelf omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. Even pauze en weer verder gaan. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zichzelf niet 8 keer kunnen optrekken. Pak dan het aantal herhalingen wat je wel kan, op de juiste manier. En pak dat dan en doe die 4 keer. Oké. Volgende oefening, de barbell row. Lange bar van 20 kilo. Ik heb wat gewicht gegooid, 2 keer 10, dit is 40 kilo. Maakt op zich niet zo heel veel uit, want ik ga vandaag gewoon de juiste manier uitleggen hoe je hem uitvoert. Oké. Nou, zet je voeten eronder. Je gaat doorzakken, net als bij een deadlift. Pak je hem vast, onderhands. Oké. Vervolgens, je kantelt je bekken een beetje. Je staat een beetje met een holle rug, maar houd wel spanning. Met je buikspieren en je trekt vervolgens de barbel naar je navel toe. Je laat hem zakken. Oké. Wat je eerst doet, is je trekt als het ware je schouderbladen naar elkaar toe. En dan pas komt je biceps. Schouderbladen naar elkaar toe en je armen. Oké. Wat heel veel jongens doen. Iedereen houdt van de roei, de dumbbell row. Deze oefening ook. Die doen deze op zich, het ziet er leuk uit. Maar die halen heel veel kracht uit hun biceps. Weet je, pop, biceps. Wat je eigenlijk moet doen is laat je arm hangen. En probeer eerst deze beweging te maken. En dan pas die arm erbij. Dus wat ik net doe, ik trek eerst mijn schouderbladen naar achter. En dan pas komen biceps erbij. Dan leg je nog meer nadruk op het binnenste gedeelte van je bovenrug. Volgende oefening voor de binnenkant van de bovenrug is een reverse fly. Ik pak hem vrij licht. 2 dumbbells, wat is het? 6 kilo. Oké. Pak ze vast. Je gaat wederom een beetje doorhangen. Zodat mijn lichaam bijna horizontaal komt te hangen. Ik hou mijn handen onderhands. En ik werk ze naar achter. En ik laat ze rustig terugkomen. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Reverse fly. Handen onderhands. Laatste oefening. De lat pullover voor de lats. Oké, ik vind dit een prettige oefening. Omdat de lats zijn moeilijk te isoleren. Met een lat pull-up pak je veel biceps erbij. Met een lat pull-over pak je een gedeelte triceps erbij. Op zich niet zo erg, maar het is leuk om af te wisselen. Oké. Ik pak een lange lat. Handen iets breder dan de schouderbreedte. Doorzakken. Een beetje steady staan. Oké. Ik trek hem naar beneden. En ik laat hem rustig terugkomen. En ik trek hem weer
naar beneden. Triceps is actief, lange kop van de triceps, maar vooral latissimus dorsi, de vleugels. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat was hem. Heel kort en bondig. 4 oefeningen voor de rug. Mocht je vragen hebben over waarom ik bepaalde oefeningen niet heb gedaan, hoe het zit met de uitvoering, maakt niet uit wat. Mocht je negatieve feedback hebben, dat mag ook. Vraag het op een aardige manier. Mocht je het allemaal top vinden, wat ik heb gezegd, mocht je er wat aan hebben, like me dan, like deze video of laat het weten op Facebook, maakt niet uit, of deel het. Whatever. Ik zie jullie volgende keer.